Een beetje huiselijkheid mag toch ook. Dit is onze start voor de fietstocht naar Roermond. Toch weer even een mooie autotocht richting Roermond. Daar gestationeerd langs een mooi centrum waar alle bedrijven wezen met gratis parkeren, gratis verblijven en alles op. En elk bedrijf is daar aanwezig. Oké, fietsen afgenomen, afgezet en we wilden gaan fietsen. Nou, waar is ons eerste knooppunt toen we van dat parkeertraf kwamen? Nergens te vinden. Geen nummer, geen plaatje, geen richting, niets. Nou, dan hebben we maar gevolgd de autoroute centrum. En ja, dan kwamen we dus dan na 4 kilometer eindelijk in het centrum. En dit is toch erg jammer dat je nergens knooppunten goed kan vinden of voorzien. Hierboven zit u bij Kruidvat. 3 dames graaien in een bak kleding. Is echt een vermakelijk gezicht. Er is helaas een plant voor ertussen. En dat was erg jammer. Anders kon je goed zien hoe er gegraaid werd. En waarom, weet ik nog steeds niet. Hier even later ziet u de bak van Kruidvat. En daarin ziet u eigenlijk, het is eigenlijk niks, 0,0. En goed, oké, we gaan weer verder met onze fietstocht. Hier worden nog eventjes de spelletjes bijgewerkt. En dan zien we toch weer een herinnering van de oorlog. Wat werkelijk verschrikkelijk is, hoe die kerk kapot is gemaakt. Echt ongelooflijk. Hier ziet u nog een klein beetje een stukje van de geloven kwestie. En dat eigenlijk reeds een klein beetje vriendelijk is opgelost en niet verder. Hier ziet u nog weer de bouwkunst van onze kerken. Werkelijk uniek, echt heel mooi. Dit had ik nooit kunnen verwachten met andere gelovigen. Hier ziet u nog eventjes een klein beetje nostalgie van ons. En dan gaan we weer over in de werkelijke lijnen. Nou, die lijnen zijn dus echt super mooi. En hier zie je nog eens echt een satellietopname met alle plassen, alle watergedeeltes. Werkelijk uniek. Hier heeft u nog eventjes een haakwerk van Marijke. En hier ziet u nog eventjes Saudi-Arabië, hoe makkelijk het is om met mensen om te gaan en hun leven niet te garanderen. Hier ziet u nog even Pim Fortuyn, werkelijk de meester van alles. En hier ziet u de ongenood en waardeloze wereldoorlog, of alle oorlogen, die nutteloos is en zijn blijven. En de vele doden die daarvoor moeten vallen, is echt afschuwelijk. Dank je.